Mitchell, na maandenlang wachten heb je eindelijk je officiële debuut gemaakt. Met wat voor gevoel sta je hier nu? Lekker gevoel. 1-1, 1 punt in Alkmaar, dus is lekker. Mijn been zeggen wat anders, maar nee, ik heb een lekker gevoel. En altijd moeilijk eerste wedstrijd, na 7 maanden eigenlijk voor mij. Dus nee, ik ben op het begin was het een beetje onwennig voor mij. Naarmate ging het beter en een beetje een soort dieseltje. En ik ben tevreden en we hebben een punt en daar gaat het nu om. Je zegt zelf een beetje onwennig, maar ik zag jou toch gewoon je normale acties maken. Je maakte geen fouten, je speelde gewoon een goede wedstrijd. Wat voor wedstrijd heb jij bijvoorbeeld gezien vandaag? Voor mezelf of voor het team? Algemeen. Ik denk zeg maar dat het nog wel zeg maar, als team zijn onwennig was, de eerste 10, 20 minuten. We hameren heel vaak op positiespel en ik vond het veld ook wat lastig om te bespelen. Dan zie je de tweede helft, zie je wel echt naar vlagen, zie je echt wel een goed spel. En daar moeten we gewoon op voortbeduren. En wat ik zeg, gewoon nu kop omhoog en naar de NEC. Ja, in de tweede helft kreeg je echt een paar hele goede mogelijkheden. Je kan nog op voorsprong komen. Helaas valt dan die 1-0. Nou, die 1-1 valt ook nog. Maar ik had het gevoel dat er misschien nog wel meer in zat vandaag. De eerste helft hadden we niet echt heel veel kansen. De tweede helft hadden we echt 2-3 grote kansen. Ik had ook wel het gevoel dat er meer in zat. Het is toch de eindfase en daar hamert de trainer ook elke keer op en we trainen daar ook op. Ik hoop dat we naarmate de wedstrijden vorderen dat we nu wel gewoon het net zoeken en dat we gewoon 3 punten halen. Geeft dit resultaat geeft het resultaat vertrouwen richting volgende week? Zeker wel, zeker wel. Ik heb echt goede dingen gezien en voor mezelf ook 70 minuutjes gespeeld. Dus dat is ook weer lekker voor volgende week.